in die tekst wat iemand op Facebook had gepost, was een Feyenoorder. En dat was de tekst. Colm Steven Berghuis bestaat niet meer. Colm is geschreven door Frenkie van Klein. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pats, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker, ik heb me zo gelijk aangekleed. Want ik wil even ook fijner kijken. Dus dat ben ik nu aan het doen. En daar ben ik lekker van genieten. Die is nu bezig namelijk. En ik krijg een melding van mijn smart ook. Oh, wel heerlijk geslapen. Alleen laat gemaakt, 4 uur ging ik pas slapen. En nu maar lekker fijner kijken en dingen achter de computer doen. Dus, ja. Lekker wakker worden. En lekker met een bakje koffie erbij. Heerlijk. Genieten. Dan gaan we Feyenoord lekker kijken. En dan zit je nog op de stoel. Ik weet je wat ik ga doen. En toevallig was Feyenoord bezig. Even ga ik even kijken. Want ik heb de hele tijd Feyenoord zitten kijken vanaf 2:30. En ik ben 1 uur of 2 werd ik wakker gebeld trouwens. Was ik helemaal vergeten te melden door ik. Maar wat ik ga een paar dingen doen. Dus dit hem even. Ja, dat kan wel. Wat ik ga doen is een mand pakken. Want ik heb nog meer dingen te wassen, maar dat komt zo meteen wel. Maar dan zet ik deze vast klaar. Deze zet ik wel hier neer. Dan leg ik allemaal kleren daar neer in. Doe ik altijd laatst, sinds de laatste tijd doe ik dat. Lekker fijn met elkaar bij kijken. Dan zet ik lekker geluid wat zakken te harde dadelijk. Dan ga ik bij fijn mee kijken. Dus we moeten nu nog 30 minuten spelen, dus totaal 120 minuten. Echt heel lang, dus 1 uur en 20 minuten, echt, dus echt pops lang. Ze hebben 1-0 staan, 1-0 voor door penalty, door doelpuntenmaker Bozenik. Mijn vlog zit nog ook in de render. Ook klaarmaken dadelijk om Ganja eten te geven, over 1/2 uurtje. Eerst even wassen opruimen, want het is 4:30 alweer bijna. Dus ik ga nu even wassen opruimen. Dat is ook gedaan. Ik weet niet of jullie het ook wel vaak hebben. Is een lekker weekend. Dan ga je lekker rustig aan. En dan ga je lekker relaxen. Even rustig aan. Een rustig dag van maken. Ja, dat is even van mij vandaag. Van nu. En net een lekker bakje koffie ook nog op. En nu even lekker relaxen. Wachten op mijn video's die klaar is. En lekker fijner nog kijken. Dus. En daarna ga ik ook nog wat anders doen. Dat is een voetbalstand voorspellen 2021 en 2022. Dus ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. En ik ga dadelijk even de eerst eten. En dan zie ik wanneer ik ga vertellen welke stand allemaal komt. Maar ik ben benieuwd wat jullie erover daarna ook nog van denken. Laten we maar die Ganja maar even eten geven. Want die zit te mouwen. Ja, je wil wel eten, hè? En tussendoor een beetje relaxen. En wat ik ook ga doen is even lekker licht aanzetten. Want dan kunnen jullie maar beter zien. Want ik heb alles even lekker laten hangen hoe die staat. Vandaar. En ik zet dan jullie daar op die ding neer. Oh, oh man. En ik heb lekker fijn met afgekeken. En het is 1-1 geworden tegen ADO. Ja, en jij wil eten? Ja. Dan moet je kijken dan. Kijk, hier zit een boefie. Jij wil eten? Jij wil eten? Als je eten ziet, jongen, dan wordt hij wild. Zoals dit. Ja. Jij wil eten? Oh, 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 echt een boef is het ook, hè? Echt een mauwerd, echt. Zo, ja. Ja, je krijgt eten, jongen. Meestal loop ik naar de prullenbak, gewoon leg ik hem weg. Maar deze keer niet, omdat ik jullie heb, natuurlijk. Gaan we even deze geven aan hem. Hé, Ganja? Oh, dat rent hij als een gek. En hierheen, jongen.
Zo, die staat. En dan ga ik dadelijk zelf ook maar even eten klaarmaken. Deze kan ook weg. Dus deze erbij. Hoppakee. Kan die in de prullenbak. Zo, hoppakee. Prullenbak even aanduwen. Naar beneden te gaan. En lekker en zo kijken. En dingen achter de computer doen. Zo. Oh. Zo. Ik moet even een vlog even inplannen. Dan ga ik zo meteen kijken. Oh, wacht, wacht. Eén ding doen. Die. Oh, wat krijg ik allemaal binnen, jongens? Ben ik zo bekend of zo dat ik al een melding binnen krijg? Wauw. Nog zoveel meldingen. Zo. En dan ga ik dingen achter de computer doen. En dan ga ik zelf dadelijk even klaarmaken om te eten. En wat ik al zei, ik ga dadelijk even stand voor jullie maken. Wie ik verdenk wat stand van de Eredivisie is voor 2022. Dus dat vind ik wel leuk om te doen. Vandaar. En dan ga ik dan nu even dat maar even doen. Maar ik maak altijd kleine sketch, dus kleine stukjes van de vlog. Van qua inplanning. En dan voor de mijn pagina en van mijn stories doe ik altijd kleine stukjes van het begin. Pak ik dan. Dat weten jullie natuurlijk al een beetje. En nu waar ik en zo kijken. Al die vlog duurt 43 minuten. Normaal vlog duurt mijn duurt het nooit zo lang. Oh, ik had Ganja natuurlijk net beet. Maar hij had zijn nagels uit. En die deed hij op mijn been. Oh, maar die voel ik. Die voel ik hier zo. Oh. Die doet zo pijn. Doet zo pijn, jongen. Oh. Ja, maar nu even lekker daar klaar maken om zelf te eten. Een beetje gebakken ei eten, want ik vond het macaroni een beetje best wel weinig. Maar ik heb kraan aan laten staan, want ik heb de pan al moeten laten spoelen. Ik doe dat altijd een semi-standaard iets bij mij. Om dat te doen, haal ik even een stuk erbij, zodat ik een beetje drinken. Ja, ik heb al wat voor. En een mes. Dan ga ik dan lekker van gemus smullen. Ik heb een beetje thuisje waar het al warme gedeelte zat. Echt slim. Maar ja, even lekker YouTube kijken met muziekje erbij en eten er maar. Eet smakelijk zeg ik vast. Zo, ik ga maar de voetballijst maken. Voetbalstand van Eredivisie 2022. Wat die allemaal gaat worden dit seizoen. Ik ga dingen klaarmaken. Ik heb nu al dingen klaargemaakt om te voorspellen. Wie dit jaar kampioen gaat worden. En nummer 18 voor mij is RKC Waalwijk. Die wordt nummer 18, want ik ga van 18, wil ik er vast bij zeggen, van 18 naar 1. Dus dan ga ik juist spannend maken. Dan ga ik een reden vertellen wat nummer 1 is, want ik heb hier lijst voor me wie er allemaal bij is gehaald. En ze hebben best wel wat redelijk spelers bijgehaald. Dus ik zit nu alweer te
twijfelen, maar ik vind, je hebt een besluit gemaakt, dus je moet je bijhouden. Die is bij hebben gehaald. En ze kunnen wel wat, maar ik denk dat het nog niet goed genoeg is om uit de degradatiezone inderdaad te komen. Ze hebben Bunner in ieder geval tot nu toe wat nu zie. Want dit is opgenomen op 1 augustus. Dat zeg ik alvast bij. Want wie er bij zijn gehaald is Bunner, Bel Hassani. Ik denk dat je daar niet echt mee kan versterken met die elftal namelijk. Wat ik eigenlijk dat je een jaar terug ook al kunnen zien waarschijnlijk met Ola John. Ook al zit hij op de leeftijd. Hij kan niet de ploeg versterken. En dan denk ik ook hetzelfde als misschien Belhoun Hassani misschien een beetje, maar niet Butner. Sowieso niet. Want die is wel op de leeftijd van dat hij eigenlijk niet sterker kan worden, vind ik. Mijn mening, maar dat is jullie hebben ook een mening erover. Laat me ook weten wat jullie de stand van de Eredivisie is. Zal ik alvast bij zeggen. 17 zeg ik Willem II. Want ze hebben best wel wat spelers verloren. Ja, ben benieuwd hoe dat nu toe aan toe gaat dan eigenlijk. En ze hebben wel één AC Milan middenvelder verdediger bijgehaald, maar of die kan versterken is het tweede verhaal natuurlijk. Maar voor de rest niet echt hoop spelers gehaald. Ja, Bergs droom. Maar ik denk dat die ook niet Willem II kan versterken. Een jaar geleden waren ze 15 of 14e. Dus ik denk dat ze dit weer nu moeilijk gaan krijgen dit jaar. 16e denk ik NEC. Waarom? Ik vind ze niet echt sterk. Al hebben ze wat veel buitenlandse spelers gehaald. Ook oud speler van Ajax. En, zoals Ajax en Heerenveen. En alle oudste van NEC. Oud speler van heel oud NEC speler geweest. Lasje Schöne. Ik denk dat hij niet spelers kan versterken eigenlijk. Misschien Schöne misschien wel spelers mee kan nemen qua druk. En positiviteit. Juist sterker van te andere spelers sterker van te maken. Maar ja, dat is mijn mening in ieder geval. Ik denk niet goed genoeg om in de Eredivisie, degradatiezone uit te houden. Dus die gaat in degradatie play-off spelen. 15e denk ik Go Ahead Eagles. Want die zijn net nieuw in de Eredivisie. Dus dan moet je een beetje roeken, ruiken en proeven. Want ze is natuurlijk een beetje opnieuw. Misschien dat er best wel hoop spelers bij jonge spelers is binnen zit. Maar dat weet ik niet zeker. Hij heeft niet nog goed naar de hele selectie gekeken eigenlijk. Ik kijk alleen eigenlijk wie erbij zijn gekomen eigenlijk. En dan op die opzicht van kunnen ze te, bij Eredivisie blijven. Als ik zo naar Go Ahead Eagles kijk, zeg ik nee. Want ze hebben niet echt sterke spelers binnengehaald. Die denk van, ja, die ik niet echt ken eigenlijk. Ja, een paar van HSV, maar HSV zit ook niet hoog bij Duitsland natuurlijk. Ik zit gewoon even een lijstje kijken van qua spelers. Hoor. Dat jullie denken, waar kijk je naar? Dat wil ik even pas bij zeggen. En ja, een van AZ, maar die is gehuurd. Dat is Jaris, Joris Kramer. Die kan wel wat meenemen van AZ misschien. Maar of hij daar ook Kramer sterker van wordt, durf ik niet te zeggen. Maar er zitten wel onbekende spelers tussen, maar wel heel veel weg. Zoals Gorter, Veldmaten, dat was best wel een goede speler, vond ik. Boukema,
mijn ogen heb ik weer gehoord dat Beukema bedoel ik, sorry. Je was niet echt sterspeler daar zo. Ja, en verder kan ik niet echt spelers omnoemen van ja, daar heb Go Ahead Eagles wel wat aan. 14e denk ik. FC Cambuur. Ik heb Cambuur gevolgd. En ze hebben best wel wat team dat ze ver komen, maar ik denk niet zo sterk genoeg dat ze ver heel gekomen in de Eredivisie. Dus vandaar de 14e. En er zijn niet veel spelers weg, maar er zijn ook wat spelers vertrokken, zoals Müller. Ik heb naar gekeken, dat was wel een sterspeler van Cambuur, vond ik. Uitblinker van Cambuur ook. Zeg ik iets positief. En ze hebben niet echt veel spelers bij betrokken. Ja, een paar van België eentje, van Meppen. Tom Boeren. Die heb ik nooit zien spelen. Maar de rest zijn wel veel spelers vertrokken. Zoals Kai Akko, Nieuwpoort, Müller, Oratmon Goen, Pauwels en Kramer en Korte en Ladden. Die zijn vertrokken bij Cambuur. En ja, best wel meer verkocht dan gekocht heb Cambuur. En ja, dus daar hebben ze niet veel aan. Maar ja, we gaan het zien. En hoe ver ze komen eigenlijk. Maar mijn gevoel zegt 14e. 13e denk ik. PEC Zwolle. Ze hebben vorig jaar best wel goede seizoen gedraaid, vond ik. Maar daar zijn van ook heel veel clubs spelers van vertrokken. Zoals Lam, Bunting, Gars Ganayat is clubloos. Jesper Drost. Tedic. Maar ze hebben wel weer wat ook spelers weer bij getrokken. Dat is de meeste wit. Kijk wie goed voet. Is best wel een goede speler voor PEC. Daar kunnen ze iets mee. Dus misschien dat we ze wel wat hoog gekomen, maar ik denk niet zo hoog als vorig jaar. Dus. En voor de rest, denk ik, als ik kijk, hebben ze niet echt veel spelers aangetrokken. Tedic misschien, maar ja, daar houdt het bij op. Dus. Volgens mij, ik weet niet of ze vorig jaar ook 13e waren, maar ik zeg 13e dit jaar. Fortuna Sittard, denk ik, de 12e. Dat is voor mij dezelfde plek als vorig jaar. Vorig seizoen. En waarom weer dezelfde plek? Ze speelden niet slecht, maar ook niet, mijn ogen, goed. Maar dat is eigenlijk, kan ik je ook gelijk vertellen. Alle kleine clubs spelen begin doen ze goed. Maar op halverwege daalt het in. En raakt ze kwijt. Ze hebben niet veel spelers binnengehaald. Dus nou ga ik ook twijfelen, maar ze hebben heel veel spelers verloren. Misschien komen nog wat spelers, denk ik, versterkingen aan van Fortuna Sittard, maar we gaan het zien, maar ik denk 12e. Fortuna Sittard. 11e, denk ik, SC Groningen. Jaar terug, vorige seizoen, jaar terug wat ik heb gemaakt, dacht ik dat ze 13e zou worden. Misschien heb ik ze een beetje te hoog geschat qua manier dat Robben zat. En ja, dat is wel zonde natuurlijk. Ja, minstens zonde. Ik bedoel, ja, ga je juist alles op Robben neergooien, terwijl het niet zo is namelijk. Maar ik denk dat Robben, door Robben ook, konden ze best wel aardig voetballen, vond ik. Een compliment hierbij. En ze hebben ook wel wat spelers bijgetrokken. Dat is sowieso Michael De Leeuw. Dat is zo'n goede voetballer, vind ik. Ik vind hem, hij is oud op zijn leeftijd. Nou, minister Laaf, zo is dit netjes gezegd.
Hij is op zijn leeftijd, maar speloverzicht. De rest hebben ze niet echt veel spelers binnengehaald, zo te zien. En ik heb wel gehoord, maar als zou die dit jaar ook bij je, als zou die weer bij je komen, zou het mooi zijn voor Groningen. Want ik vond hem was best wel aardige voetballer. Dat was Itakura. Dat was best wel aardige speler. En ik zit even kijken naar de reis de hele tijd. Weet jullie dat nog even normaal? En ja, ik denk dat het ook iets minder gaat worden omdat Serrero pad weg is gegaan. Nee, niet pad voor mij, maar het is pad PADT. Zeg ik al Bas. Het is vandaar. Tiende, denk ik, Sparta Rotterdam. Ik denk dat vorige seizoen de Sparta trouwens geluk had gehad. Dat ze zover kwamen. En ze hebben wel wat spelers binnengehaald en spelers weggegaan. En ze hadden Meijers is vertrokken. Burger is vertrokken, die is terug. Die is Feyenoord natuurlijk, die is terug naar Feyenoord. Van Krooi is bijgekomen. Jans, Laurens Jans en Goudman. Ik weet niet wat voor speler dat is, maar laat even weten in de reactie voor voetballers. Maar ik denk dat hij sowieso, dat Sparta niet zo hoog gaat komen als vorig seizoen. Ik denk dat het best wel gelukje was. Missen. Dat leek erop qua voetbal, maar ze speelden wel goed. Dus één kant denk ik ook weer dat ze wel hoog gaan komen. Dus ik bedoel te zeggen, ze blijven in de Eredivisie. Dus vandaar. Dat is zo. De kwaliteit van de Eredivisie voetbal hebben ze nog. Negende denk ik Heracles, want ze spelen best wel goede voetbal. Plus, ze hebben best wel goede speler bijgehaald en dat is Bilal. Ik weet dat, ik zeg alvast, ik spreek het niet goed uit. Dit is Bilal Başka Koglu. Als ik goed uitspreek. Dat was is best wel aardige speler. Bij Feyenoord ervaren. Maar of die kwaliteit nog heeft, is het tweede verhaal. Meestal vind ik, mijn mening, is spelers die juist terugkomen naar de Eredivisie, die hebben dan nooit te goede kwaliteit voor de buitenland, dat ze te snel of wat dan ook zijn gegaan. Maar dat is mijn mening en dat ze dat ook terugval krijgen, dat ze ook niet meer goed zijn in de Eredivisie, vind ik. Wat ik ervaarde, elke speler. Maar dat is bij, ja, ik denk dat algemeen ook zo is. Ze zijn sowieso kwijtgeraakt, wat ik via media heb gehoord. Tuurlijk is dat die club niet blij mee is. Dat is Robin Prupper, dat hij naar Twente is gegaan. Dus dat is wel goede kwaliteit voor Twente, maar niet meer voor Heracles. En voor de rest zeg ik dat inderdaad Heracles 9 gaat worden dit seizoen. Achtste, denk ik, FC Heerenveen. Reden daarvan is dat best wel goede spelkwaliteit heeft, vind ik. Kan beter, maar er zijn ook wel spelers kwijtgeraakt. Schöne, Floranus. Ik zie even de lijst kijken hoor. Bistelmeier. Smith. Expriort. Ik ken niet hoe goed uitspreken, maar zulke spelers zijn ze kwijtgeraakt. Maar er zijn ook weer goede spelers bijgekomen, zoals Moes van Sven van Beek. Milan van Ewijk, Philips Stefanovic en dat was het, die hebben ze gehuurd. En gekocht denk ik, maar hij staat ook weer bij voor tweede seizoen al gehuurd. Oh, ze hebben voor twee seizoenen die spelen gehuurd, dus vandaar. Maar het ziet er goed uit, Heerenveen, dus Zek verdedigers heeft hij sowieso heel veel bijgehaald. Zevende denk ik SC Twente. Ik ga de reden bij zeggen dat ze hoog zijn gaan komen is sowieso door
Ricky van Wolfswinkel. Lukaku. Sherry. En Prupper. Dat best wel een goede aanwist. En een Una Stal. Dat die best wel een goede aanwist is voor FC Twente. Maar er zijn ook wel wat sterke spelers kwijtgeraakt. Zoals Drommel. Taupe. Volgens mij vond ik best wel een goede speler eigenlijk. Narsing speelde niet echt. Hij heeft niet echt veel gezien bij Twente. Ik heb hem gevolgd natuurlijk. Maar die heeft niet veel gezien bij Twente. En dat was het voor mijn reden. Voor mensen, voor sport, voor clubs. Denk van Sander. Deze spelers zijn ook nog sterkte van die club. En die daardoor zijn ze ook uitgekomen. Die zijn ook sterke spelers voor de club. Dan goede aanwinst. Laat het me weten in de reactie wat jullie ervan vinden. En jullie mening vind ik ook leuk om te horen namelijk. Ja, dat is in ieder geval mijn mening. Zesde denk ik FC Utrecht. Ik denk dat Utrecht iets sterker is dan Twente. Namelijk dat ze net voorbij gaan. De reden daarvan is... Ze zijn wel best wel verschillend kwijt zo te zien. Nou, in ieder geval zijn niet veel spelers kwijt. Heel veel open spelers, maar wel wat. Maar dat ze niet meer ver komen, om zo te zeggen. Dat ze, ja, dat het stabiel is, om zo te zeggen. Laten we op die manier voorspellen. Dus dat ze gewoon, ja, redelijk zijn. Vijfde, denk ik weer. Vitesse. Omdat ze vorig jaar best wel redelijk een seizoen hebben gedraaid. Maar ik denk dat andere twee clubs die boven hen staan net iets sterker is dan Vitesse. Zijn best wel wat spelers kwijtgeraakt ook. Alle clubs natuurlijk, maar ik zeg wel wat ster spelers. Zoals Pasveer. Boja. Touré. En Bruns. En dus dat. Maar ook weer versterkt met spelers zoals Fredriksen. Maar ik weet niet. Ik ken die spelers niet echt persoonlijk. Zoals die ik nu in de lijst sta. Dus of het sterkering is, lijkt mij wel. Eigenlijk van, lijkt me wel logisch. Ja, voor hun doende dan. Voor clubs. Maar voor als ik zo kijk, moet het zien. Vierde, denk ik AZ. Dus dat is een van de clubs die denk ik, die komt net boven Vitesse uit. Al was Vitesse vorig jaar vierde. Zak één plekje naar beneden, om zo te zeggen. De reden daarvan is een club daarboven nog iets beter gaat doorrijden dan vorig jaar. Misschien weten jullie wel club, maar dat is, dat gaan jullie zo daarna horen welke club dat is. Maar ze hebben best wel spelers kwijtgeraakt. Twee spelers spijtig gekomen, dat is Bokema en Paul de Vries. Dus ik denk dat AZ sowieso wel goede aanwinst heeft gemaakt. Paul de Pavlidis. Want dat was best wel sterk aanvaller. Ik weet toevallig dat Feyenoord daarmee ook bezig op focuste om die te halen. Maar ja, je hoort het al, dat is niet gelukt helaas. Ja, en dat was het. Want Sten is vertrokken, naar Nies die zijn ze kwijtgeraakt. Svensson zijn ze kwijtgeraakt. Dat had Feyenoord ook op het oog namelijk. Als links buiten, links achterin. Maar die hebben ze voorbij laten gaan. Dus ja, dat zijn de spelers die best wel sterke spelers zijn voor AZ. Was voor AZ. Derde denk ik, Feyenoord. Waarom? Ik denk dat ze vorig jaar, hoe ze toen hebben gedraaid, best wel
invloed heeft gehad dat ze dit zeggen, weet je, we gaan nog beter knokken, we gaan er nu voor, we gaan voor de derde plek. Of we gaan voor de hoge titel. Want Feyenoord heeft best wel meihoge 4 goede aanwinsten. Waarvan 5 nieuwe zijn gekomen. En die 4 zijn is Pedersen, Til en Treuner en Jahan Baks. Sowieso nummer 1 Jahan Baks. Dat is toch natuurlijk de opvolger. Ik weet niet, er is heel hype overgegaan. En ik ben wel benieuwd naar jullie mening, wat jullie ervan vinden. Wat vinden jullie? Daar gaan we gelijk even over hebben. Over Steven Berghuis van Feyenoord naar Ajax. Wat vinden jullie van die overstap? Laat het weten in de reactie. Ik ben ongelooflijk benieuwd naar wat jullie de mening van is. Want mijn mening vind ik gun ik hem. Maar ook weer niet. Waarom niet? Want hij heeft dingen gezegd. Dat is heel internet overgegaan. En ik vind dat niet kunnen. Al heb je wat dingen gezegd. Al had hij dat niet gezegd, had ik het sowieso wel 100% gegund. Ik vind als speler iets heb gezegd van ik ga niet binnenlandse transfer maken, moet je dat ook niet doen. En als je zelf overtwijfelt of wat dan ook, vind ik als sport zijnde, ik denk dat ik niet binnen transfers ga maken. Maar erbij, ik weet het niet zeker. Het zou kunnen dat het wel gaat gebeuren. Klaar. Dan zeg je op een manier van dat het wel kan gebeuren, maar ook weer niet. Je geeft er geen mening uit, maar omdat hij nu heeft gezegd, ik ga geen binnenlandse transfer maken, gun ik een heel veel gun ik deze transfer niet. Dus dat is een van die redenen. Laat jullie mening van ook wel weten. Waarom jij niet en waarom wel. Waarom niet en waarom wel. Laat me weten in de reactie. Ik ben er heel erg nieuwsgierig naar. Ik vind het nogmaals niet kunnen wat hij heeft gezegd. En daarom gun ik zijn transfer niet. Maar, dat zeg ik ook wel weer. Ik kijk wat zijn punt is. Waarom hij dat heeft gedaan, geef ik weer een punt. Wat zijn punt is, want ik vind, je kan naar die kant luisteren, maar je moet ook naar de andere kant luisteren. Niet naar één kant. Want wat hij, ik snap zijn punt waarom hij die stappen gemaakt, maar ik vind ze niet kunnen, laat ik zo zeggen. En ik zag heel veel over heel media, heel media losgaan, maar ook ik zeg hierbij, ik vind de reacties over de dood, over Steven Berghuis ook niet kunnen, vind ik. Al heeft hij die transfer gemaakt, ik vind het niet, dat doodbedreiging moet bij niemand voorkomen. Ook met die spandoek niet, ik wil ook gewoon even hier mening over zeggen, vind ik ook niet kunnen. Maar ik kijk dan weer naar supporters, er zit woede achter. En dan gebeurt er dat. Dat vind ik het logisch dat het reactie is. Nou ja, hierbij mijn mening over de transfer van Steven Berghuis. Dat was echt een sterspeler van Feyenoord. En die, ja. Ik ben in ieder geval heel diep teleurgesteld. Ik heb hier nog een mooie tekst voor jullie. Over Steven Berghuis. Die had ik gepost op Instagram. Ik denk sommigen wel hebben gelezen bij mij op Instagram. Voor niet. Die hebben jullie aan het begin van de vlog gezien. In die tekst wat iemand op Facebook had gepost, was een Feyenoorder. En dat was de tekst. Column Steven Berghuis bestaat niet meer. Column is geschreven door Frenkie van Klein Geloen. Noten van de beheerhouder netjes in de reacties. Elk woord dat nog aan
aan je vel maakt is een veelde dat besef. Besef ik maar al te goed. Maar ook al ga je dit jaar. Ga je dit toch niet lezen. Laat staan dat het iets zou boeien dat moet een keer gezegd worden. We wisten dat je zou gaan. En dat voor relatieve boei zou zijn. Dat is jou niet kwalijk te nemen. Dat besluit je om het op deze manier te doen. De club en supporters die jou alles hebben gegeven, nog even in je bek te schijten. Dat wel. Wij zijn niet naïef. Clubliefde is zeldzaam. In een moderne voetbal, je bent geen jongen van Varkenoord. Je bent niet opgegooid onder de rook van de Kuip. En ging vroeg ook niet aan de hand van je vader naar de stadion om grote voorbeeld. Julio, Ricardo, Cruz te zien. Allemaal prima. Dan kunnen we ook niet van elk procent passen verwachten. Maar had dan ook niet jarenlang gedaan alsof je wel zo was. Storing. En hoe vaak heb jij de logo op je borst niet stuk geramd? Hoe vaak heb jij niet gezegd dat allemaal sports deed? Dat je de druk van het hele stadion op jou schuis voelde rusten. Dat jij van Feyenoord een club Champions League niveau wilde maken omdat je vond dat de legioen dat verdiende. Het is Instagram post voor een maandje terug. Twee vingers wijzen naar het logo. Onderschrijf wij zijn Feyenoord. Hoe lang is het geleden dat je naar Feyenoord RKC je sporters toesprak vanaf trappen van Maasgebouw? Alsof je het afgekeken van toenmalige ploeggenoot Dirk Kuyt vijf weken en het ook niet alsof het van onuit altijd zo makkelijk was. Die jaren vaak hebben wij je hand niet boven de hoofd gehouden na weer ieder idioot actie. Hartstotelijke plooien voor je gehouden dat je echt wel best speler van de competitie was, dat je heus wel in oranje hoorde, ook al had je soms storing in je kop. Bruut trainers, de club heeft je ook niet laten vallen. Sterker, voordat je naar Feyenoord kwam, zat je carrière op de doodspoor. Voetbalde je al in het tweede elftal van Watford. Als je daar al mee mocht doen bij ons, werd je een... Dat was de tekst en... Ik vond het mooi, dus daarom dat ik geplakt heb en gekopieerd had. En ik vond het zo'n mooie tekst, ik dat op mijn Instagram heb gepost en op Facebook. Maar laten jullie maar een reactie weten wat jullie ervan vinden. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Maar ik denk dat Feyenoord het dit jaar beter gaat draaien dan vorig jaar. Dat weet ik sowieso. En dan nummer 2 is Ajax. Dan kijk ik even heel positief naar Ajax nu. Dat die sterker zijn geworden door Steven Berghuis en Pasveer Gorter. Daar wil ik even bij zeggen. Sowieso Steven Berghuis 1. Maar ik denk, ben ik ook nog benieuwd wat jullie ervan denken. Krijgt Steven Berghuis basisplek of niet? Ik zeg bank. Maar laat eens weten wat jullie ervan denken. Ja, en dan nemen ze mijn club over natuurlijk. Wie wordt nummer 1? Dus PSV. Ik denk PSV nummer 1. Waarom? Waarom denk ik PSV nummer 1? Dat is omdat ze Prupper, Drommel en Van Ginkel bij hebben gehaald. Maar er zijn ook best wel spelers verloren. Dus er komt ook iets voor terug. En... ik vond het PSV matig spelen. Maar ze zijn wel tweede geworden toen. Dus vandaar dat ik dus nu beter ga presenteren. Omdat ik denk dat het begin was om de trainer leren kennen. Maar dit is seizoen 2 met die trainer. Dat ze nu beter gaan presenteren dan een jaar terug. Vandaar dat PSV nummer 1 wordt. Net op mij worden. PSV wordt nummer 1.
En hierbij de stand van de Eredivisie. Ik hoop dat jullie genoten hebben. We gaan lekker. En ik zit lekker dingen op YouTube te kijken. Nee, brug los te kijken. Af en toe kijk ik er wat, weet je. Ik dacht, ga eens een keer kijken, gewoon een beetje terug. Want ik weet niks anders te kijken. Ik ben een beetje even relaxed houden. Maar ik heb echt heel veel te doen eigenlijk, binnenkort. Maar dat doe ik allemaal morgenochtend, maar... Oh, morgen weer vroeg op, om 3:30. Nee, 4:30 al. Richting mijn werk. Het is week van mijn verjaardag. Week van mijn week. Een week vrij is al voorbij. Dat wil ik zeggen. Dus ik ga nu lekker klaarmaken om bij het bedje in te gaan. En vroeg wat te slapen. Oh, is het nu 8:30 geweest. Ik ga hier niks anders doen. Een beetje nu relaxen. En lekker slapen. Ik hoop dat jullie deze vlog alsnog leuk hebben gevonden. Al is het misschien een korte vlog. En nogmaals, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso een blauw duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je je abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers. Gewoon een heel vlog om 1:00. En zeg ik hierbij laters. Zo, dat is ook heel lekker gebeurd. En natuurlijk YouTube bij te kijken. En nog steeds met die vlog. Maar ik ga dadelijk ook zo eten maken. Over een half uurtje. Want ik ga het dan ook nog eten. En ik wou echt na de afwas. Hier. Deze zijn de tafel. Dat is de...